Hallo iedereen, welkom terug bij Average Snel. Mijn naam is Lars en dit is XCOM Enemy Within. En we moeten ermee... Oh. Commander, we're picking up widespread radio chatter indicating UFO sightings within our current satellite coverage area. We should begin scanning for contacts as soon as possible. Oké. Scan for activity. Kunnen we niet eerst even... Ik wil naar de barakken. Oké, scan for activity. Doen we dat wel. Want ik heb namen gekregen van jullie. Dus ik... It looks like that satellite we launched paid off. We're picking up an unidentified fast mover. Scramble interceptions. Scramble interceptor now. Yeah. You may be able to take it down. Stuur. De straaljagers erop af. We gaan hem slopen. Ik weet nog steeds niet hoe dit werkt. Volgens mij moet ik gewoon wachten. Yeah! We hebben hem neergeschoten. Central, this is Voodoo 37. We have a confirmed kill on OV-001. I repeat, the UFO is down. I'll copy, over. Solid copy, Voodoo 37. Nice work. Central out. Alright people, retask Recon Satellite Bravo and get me a visual on that crash site. She's coming into range now, sir. On screen. Magnify. Magnify. Still in one piece. Commander, I recommend we get a strike team to the crash site immediately. Yeah. Send Sky Ranger. Oké, kijk, we gaan ze nu even aanpassen. We hebben hier Van der Veer, dat is Nick. Dan gaan we Edit Unit. Customize. First name. Yona. Last name. De Walvis. We hebben Yona de Walvis uit Zuid-Afrika. Dan hebben we... Als tweede, Maarten. Last name, Weideveld. Volgende, dan hebben we hier, Peter. Peter R. De Vries. Peter, wat ben je vrouwelijk geworden. En als laatste hebben we Pinku, de pinguïn. Penguin. Yeah. Oh, waarom hebben we Peter de Vries niet mee? En Pinky de Penguin. Oh shit. Hier. Hier. Maarten Weideveld. Edit. Oh, niet edit. Clear. Add unit. En Peter de Vries. En dan kunnen we later pikken. Wil je nou ook met je naam in mijn team? Laat dan even een reactie achter met welke naam je in mijn team wil hebben. Want jullie komen in mijn team hoor. Dropship has arrived. Begin assault. Yeah. Our target site is near the German border. Germany. Jawohl. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. Ach zo. Germany. We are going to kill the aliens. Okay, come on. Weet hoe het werkt. This is Big Sky. We're just north of the... Big Sky, Nick. Strike one is in position to engage. Loud and clear, Big Sky. Dynatoo. We'll monitor those readings from here. Strike one is authorized to assault the alien craft.
Okay. Yona? Yona the Wolfies. Looks like the crash site is dead ahead. We should expect heavy resistance here. There's no telling how many hostiles were on board. Oh, we moeten sowieso hier naartoe. Oké, cool. And attempt a breach, if possible. Hier. Wie was dat? Maarten Weideveld. En dan hebben we Peter. Peter. Hier naartoe, Peter. Come on. Cool. Als we nu deze alien killen, gaat hij ook gelijk dood. Omdat hij gemind-controlled is. Schelen. Oké, cool. Eens even kijken. We gaan hier naartoe. Nick. Goed zo. En dan ga je schieten. Niet op die. Op deze. Is minder kans, maar als we hem raken, dan is die ook gelijk dood namelijk. Oh, jammer. Maar het was het waard. Oké, Yona. Yona. Wat gaan we doen? Run and gun. Oké. We kunnen hier naartoe. En dan kunnen we schieten. Op die 50% kans. Come on. Yeah. Kijk, en nu is die andere ook gelijk dood. Goed bezig, Yona. Oké, Maarten. Maarten, wij gaan hier naartoe. Hier, ik zet je alvast hier neer. Zo. Oké, je hebt een Peter. Peter. Peter gaat naast Nick. Goed zo. Oké, Nick. We gaan naar voren. The alien craft is still intact. Ah, goed bezig. They've got some kind of energy field protecting parts of the ship. We'll have to look for an opening. Oké, Yona. Yona, we gaan hier naartoe. Affirmative. Moving out. Achter de boom. Dat is een king, bomber pure energy. The words coming from that creature are like nothing I've ever seen. You can study it when it's dead, doctor. Let's take that thing down. Collect. We hebben meld. En kan je schieten? Kan je schieten? 45% kans. 45% kans is te weinig. We gaan op Overwatch. Dat betekent dat als ze gaan lopen, dat we op ze schieten. Oké, kom. Peter. Jij gaat hier zitten. Oeh, mind control. Kijk, die gaat lopen en die schieten we dan. Bam, yeah. Goed bezig. Goed bezig, Maarten. Ik ben trots op je. They missed. Oké, Nick. Ja, we gaan een raket schieten. Bazooka. Incredible. It seems to have vanished. Incredible. Incredibiable. Ah oui, incredibiable. Already there. Helemaal naar binnen gaan. To withstand an impact like that, at such a velocity, the materials used in that vessel's hull must be at least an order of magnitude beyond any element we know of. Any element we know of. Okay. Bom, pidi, wow. Miss. Good. A
Adjusting sights. Good, 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 good. Not good. Good, good, good. Incoming fire! Lekker voor hem. Hij is ook schil. Incredible. On my way. Wat gebeurt er daar nu? Ik heb geen idee. Hoorden jullie dat? Het is een telefoon, denk ik. 37%. Gaat het lukken? Yeah! X-ray neutralized. Mission accomplished. Dat was makkelijk. Niemand van ons was geraakt. Doen we goed. Kijk, anti-alien. Yeah, Marder Whiteveld. Promoted. En Nick is promoted. Nee, we gaan die doen. Continue vous. Welcome back, Commander. Dank u. I wanted to speak to you about our current fleet of interceptors. It's crucial that we keep several of these aircraft on high alert. We'll need them to intercept any future alien contacts, and it's likely we'll suffer some losses in the process. I think it's also worth mentioning that even a full squadron of interceptors will do no good against our enemy if we don't know where they are. Additional satellite coverage will be required before we are able to detect alien craft elsewhere on the planet. Visit us in engineering should you wish to build additional satellites. Goodbye, Commander. Zullen we kijken of we nieuwe satellieten kunnen maken? Waar moeten we naartoe? Engineering. Build facilities. We've got some room to grow up here. But if we really want to expand our facilities, we're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. Oké, dan moeten we 5 dagen wachten. Dan gaan we hier een nieuwe satellite uplink doen. Oké, terug. Kunnen we al een satellieton kopen? Satellieton? Manufacture. Our current satellite uplink facilities are at full capacity. We should build additional uplinks as soon as possible to allow for new satellite deployments. Okay. Oh ja, is goed. Nee, wil ik niet. Ik wil hier naartoe. Scan for activity. Alien containment facility online. Carry on. Operational. Hier. Boom. Build facility. Wat zullen we hier maken? Hebben we genoeg power? Zal ik een nieuwe power ding maken? Power bij stoom krijg je meer power. Dus ik ga hem op deze stoom zo meteen maken. Dat is een goed idee. Goed idee. Dat gaan we hier dan doen. Zet lijkt een thermogenerator. We kunnen het nog niet meer maken. Oké. Scan for activity. Het zijn nieuw research. R-Trower. Doe die maar. Commander, I realize our troops have to put their own survival first, but every alien we use explosives against is one less opportunity to recover new artifacts. Oké. Eens even kijken, dan wil ik een 8-truer gemaakt hebben. Hier, 8-truer. Manufacture 8. Ik wil er 2. Oké. Heb ik er 2? Dat is snel. Oké, dan gaan we weer terug. En dan gaan we verder. En dan gaan we zo meteen. Arctro is eigenlijk gewoon een taser. Oh, nice. Commander, we picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Deze gaan we doen. In Mexico. Want de pinnetjes daar al 2. Mexico! Oké, edit unit.
Customize. Maarten, nee, niet customize. Loadout. Maarten, je krijgt een arc thrower. Oké, Maarten heeft een arc thrower. En dan gaan we er eentje aan mevrouw Peter R. de Vries geven. Hier, neem een arc thrower. Oh, ik word gebeld. Moment. Daar zijn we weer. Sorry voor de onderbreking. Nou ja, jullie hebben waarschijnlijk geen onderbreking meegemaakt, maar ik word de laatste tijd veel gebeld. Dat kan vaker voorkomen. Dat komt omdat ik... Oh, even keihard geluid er doorheen. Oké. Dat komt namelijk omdat ik mijn eigen bedrijf ben begonnen, mijn eigen webshop. En daardoor krijg ik de laatste tijd heel veel telefoontjes over. Dus dat is mooi. Maar dat kan dus wel eens voorkomen dat ik dan de video even moet onderbreken, want zo'n telefoontje is natuurlijk best belangrijk. We're going to be putting down in Mexico for this mission. Tijuana. Tijuana. Activity continues to surge. Launch mission. Strike one, this is Central. You are free to engage all hostile. Laten we eerst even saven voordat het verkeerd gaat weer. Oh, dat had ik de vorige keer namelijk. Oh, heb ik opgeslagen? Ja? Okay, return to game. Okay, cool. Take any chances. No chance taking. Please. On the move. That's what we're looking for. Okay. Double time. Ga maar achter in de truck zitten. Zullen we jou langs deze kant sturen of zullen we bij elkaar... Ik denk dat we het beste gewoon met z'n allen bij elkaar kunnen blijven, jongens. Oké, Peter. Ga je maar achter. Dat klonk als een alien paard. Roger, Dodger. Look sharp, enemies rolling up. Speciale krachten, ze kunnen met hun wapens in de vloer. Ik heb zo echt even weer koffie nodig. Ik had net een vermoeiend telefoongesprek. Voor jullie duurde dat maar een paar seconden. Maar voor mij duurde dat een uur. Misschien een uur een beetje overdreven, maar lang. Dus ik ben een beetje... energieloos geraakt. Dus ik ga zo even koffie halen en dan kunnen we gewoon verder. Maar dat doe ik na de aflevering. Oké, kunnen we hier verder langs? Nee. Oké. Dan gaan we hier achter bij jou. Oké, we moeten hem doodmaken. Hij is belangrijk. Daarboven moeten we doodmaken. Raining death over here. Incoming over here. Sorry. Jona wordt wel veel geraakt, maar eens even kijken of we iemand kunnen raken. 46% kans. Oké, kom op. Oh, zo, scheler heb ik nog nooit gezien. Oké, we kunnen nog verplaatsen. Want dan gaan we even verplaatsen hier naartoe. Oh, godverdomme, ik was er met een andere. Oh, nou ja. Eens even kijken of we iemand kunnen raken. 25% kans, die kans moeten we maar nemen dan. Ook mis. Het gaat niet goed. It's not good. Nee, inderdaad. Jij zegt het, ik denk het.
Of we zeiden het allebei eigenlijk. Oké. Hoe gaan we dit oplossen? Weet je wat? Ik ga hier naartoe? Nee, ik ga niet daar naartoe. Dat is een slecht idee. Ik denk helemaal niet meer logisch na. Dat is niet goed. Ik ga hierachter zitten. Kan ik dan schieten? Nee, dan neem ik Overwatch hier. Oké, cool. Hier, oké. Kunnen we... Hier, Rocket. Hier, jij gaat dood. Kom op. Waarom kan ik niet daar boven mikken met mijn raket? Waarom kan ik niet omhoog schieten? Oké, daar geen Rocket. Geen Rocket, Nick. Oh shit, wat doe ik? Waarom doe ik dat? Stop, stop. Geen... Oké. Oké. Schieten. Godverdomme. Allemaal mis. Kunnen we nog wat doen? Oh ja, ik moet dit collecten. We hebben 10 meld, gelukkig. Rustig hoor. Rustig. Oké, Nick, mag je nog een keer schieten? Nou, dan proberen we het nog een keer. Yeah! Goed bezig. Zo, hé, wat gebeurt daar nou? Oké, met wie mogen we? Met... Oh, beginnen met Nick. Oké, Nick, jij gaat hierachter zitten. Oké. Jonah? Kunnen we hier naar boven? Jonah, jij gaat hierboven zitten. Kunnen we dat nog doen? Nee, jammer. Te laat. Oké, Maarten. Eens even kijken, waar kan jij heen? Kan jij hier naar boven? Ja, jij kan daar naar boven. Hebben we wat aan jou hierboven? Nee, ik denk dat we meer jou hier dan hebben als je hier naartoe gaat. Dan kunnen we schieten. En dan gaan we jou doodschieten. Die achterste moeten we doodschieten, denk ik, toch? Ja. Want die heeft de dinges. De mindcrawl. Serieus? Dat is irritant. Oké, Peter. Weet je wat? We gokken erop. Dat je kan raken. Dit is zo stom. Peter, kom op. Als je niet raakt, ga je dood nu, hè? Oké. Yeah! Oké, waar zijn de andere aliens? Waarom ontploft het huis? Oké, Nick. Waar gaan we naartoe? Gaan we hierop? Nee, dat is niet slim. Nick. Wat is een goed plan? Gaan we hier naar binnen? We gaan daar naar binnen. Oké. Jij blijft hierboven. Wie ben je ook weer? Jonah. Jonah, we blijven hierboven. Is hierachter wat? We gaan even hierachter kijken. Waarschijnlijk niet. Moeten we hier denk ik toch naar binnen? Oké, we gaan naar binnen hier. Maarten, hier gaat hij naar binnen. Oké, Peter. Ik wil dat je deze deur zo open maakt eigenlijk. Ah, daar zijn de aliens. Oké, Nick, we gaan hier naar binnen. Jij gaat hier naartoe. Oké, jij gaat schieten. Of... Petri D. Batter up!
You may want to instruct your men to exercise restraint when using explosives. Nine. While certainly effective at killing aliens, they also destroy the artifacts we're hoping to recover from the bodies. The bodies? That's something to consider. Yeah, considering. Yo. Okay, en even kijken. Boeken. Oké, hier in de hoek. Goed zo, Peter. Oh, we zijn geraakt. Oké. Als we nou hier naartoe gaan. Kan je dan schieten? Ja, je kan schieten. 48%. Goed genoeg voor mij. Yeah, lekker nu. Oké, en nu? Wie hebben we nog meer? Ah. Jonah. We gaan hierboven even kijken of hier nog wat is. Hier om de hoek. Positive enemy contacts. Oké, Maarten, jij gaat ook hier naar boven. Running. Niet echt handig met je shotgun, maar doe je best maar. Oké, Peter. Peter, jij gaat ook naar boven. On the move. En dan gooien we jullie aan de andere kant van de takkenbouw uit. Nick. Oh. Oké, Nick, jij gaat hier naartoe. Roger, Dodger. Oh, en dan moet je volgende beurt moet je even reloaden. Jonah. Waar zijn de aliens? Waar bist u, alien? I'm on it, Commander. Kunnen we schieten? 10% kans. Kunnen we beter op Overwatch? Oké. Maarten, ga je naartoe? Oké, Peter. Jij kan ook aan deze kant zitten, Peter. Jij komt hier tussen. Schelen. Jezus, schiet het hele huis hier kapot. Gelukkig zijn ze schil. Oké. Hier. Rocket. Boom. Eat this. Chalk up another one. Geweldig. Dat hebben we goed gedaan, hè? Nou, ik denk dat we dan deze aflevering hier maar gaan beëindigen. Want ik moet even energie opdoen. Dus ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En vergeet niet op leuk te klikken als je het leuk vond. We gaan dit nog even doen. Goed zo, Peter is omhoog. Laat een reactie achter. Met het geheime woord dat je in Skype hebt gevonden. Je kan ons toevoegen op Skype. Even snel. En misschien dat ik een... Take 30% turn for all source next for turn. Rocket blast is weaker than standard rockets. Ja, doen we die. Dus, ja, iedereen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering.